Bij de vierde training op Amerikaanse bodem staan alle 26 spelers op het veld. Ook de oefenwedstrijden in de Florida Cup werpen ondertussen hun schaduw vooruit. Mauro Junior verheugt zich op de duels met zijn landgenoten van Fluminense en eerst de topclub Corinthians uit zijn geboortestad São Paulo. It's very nice to be here with the first team. It's really good experience for me. I'm so happy with this. I'm gonna play against Brazilian team. Then I'm gonna do my best, how always. Then it's really special to play against Corinthians, the big club. En Fluminense is ook een big club in Brazil. Al die spelers konden tijdens de ochtendsessie vol aan de bak. Eerst met een warming-up in de gym en later op het veld loopoefeningen en een grote partij 11 tegen 11. En voor de post van de dag bedanken we dit keer Dante Rigo. Zijn doelpunt ging via Twitter-account van PSV de wereld over. Dat doelpunt van Rigo werd gemaakt tijdens een oefening onder leiding van Ruud van Nistelrooy en Ruud Hesp. Keepers Van Os en Room konden hier en daar nog redding brengen, maar waren niet altijd opgewassen tegen de aanvallers van dienst. Maar daarmee is dag 3 nog niet ten einde. Terwijl technisch manager Marcel Brands de internationale pers bijpraat, vertelt Joshua Brenet over zijn ervaringen van dit trainingskamp tot nu toe. Ja, het staat zeker goed. Het is wel zwaar, maar je ziet iedereen is in goede conditie en ja, het gaat goed met ons. En als dagsluiter de afwerkoefeningen. Met onder meer mooie reddingen van Jeroen Zoet en Yannick Van Os en de eerste van Maximiliano Romero.